komt wel goed tussen ons, hoor. Dat wij het een keer met elkaar eens zijn, dat komt wel goed. Ik weet het ook niet waar we gaan doen. We gaan een brandje blussen. BFV-training. Eigen risico, dat weet ik. Dat doe ik alles doe ik op eigen risico. Ik vlieg niet in de fik, hoor. Dan ga ik redden. Wat ga ik doen? We hebben hier zo'n pop liggen. Die gaat eigenlijk de fik in. Nu dus. En dan ga ik een saltje overheen maken. Zo hoog is dat vuurtje niet. Dus dat lukt makkelijk. Hè. Dat doen we gewoon zo. Oh, makkie. Dat zou wel vet zijn. Als je daar een real life doet. Wie mag telefoon? Jij doet het wel echt heel erg met beleid, Kai. Ja, maar hij doet het goed, hè? Hij zo dat het helemaal dicht zetten, hè, met die deken. Hij zit in te duiken, jongen. Niet aan zijn hoofd drijven. Zachtjes drijven. Hoe zachter, hoe beter. Je nou denk aan die oude... Je broek, je broek. Hij brandt nog, hè? Ja, het is wel goed. Richting zijn benen. Ik kan je niet vertellen, die is dood. Hij weet wel als enige hoe die met vuren moet gaan. Ja, Tux wel. Pas op, hè, pas op. Kreugels eruit. Ja, even kijken. Hoppa. Je krijgt de naam weer al. Nee, onze benen hebben het niet warm. Ja, maar. Hoe beter het gaat. Die heeft dit vaker. Jawel. Succes, Joffen. Maakt niet uit. Hoppa. Dat zal ik niet meer aansteken. Ik kan het alleen niet meer. Ja, in één keer erop. In één keer, ja. Ja. En rustig schrijven. Oké. Okay. Laat maar niet zeggen. Dank je wel. Iedereen mag brandjes blussen. En wat sta jij te doen? Ik heb de belangrijkste taak, hè. Ik voeg het gas aan. En dicht. Dus als Kai nou in de fik had gestaan, had ik het uit kunnen zetten. Wat stond hij nog steeds in de fik trouwens? We zijn vandaag brandjes aan het blussen. Nee. Voor de BHV cursus. Als het allemaal goed maar gaat met dit. Check ook even, Pro Business. Wat was het? Pro Business, Abo. Waarom filmen die bus niet? Ik wil gewoon die bus. Het is je boy Devin Grossium samen met. Ja, Brett Raket dan. Ja, maar jij noemt mijn naam op. Het is je boy Devin Grossium samen met. Annemarie. Brett Raket. Ja. Maar in ieder geval, we hebben iemand van Miss Beauty 2019 op bezoek. Of heb ik dat verkeerd? Van Miss Beauty Noord-Brabant. Miss Beauty Noord-Brabant. En ik kom hier een salto leren. Van ons. Van hun. Ja. Ja, ben ik dan hier aan het goede adres? Dat weet ik wel zeker. Ik zit in de finale van Miss Beauty Noord-Brabant en het is een misverkiezing. En ik ga winnen met de hulp van CrossJumps. De CrossJumps Army gaat meehelpen. We zijn met twee man. Dus iedereen moet ook... Oh. Hoi Do. Die zorgt voor onze rijder en die doet alles zeg maar. Ja. Rijder, wat is dat? Wij zijn natuurlijk bekende YouTubers, we hebben toch een rijder? Oh, iemand die rijdt? Nee!
Je weet toch wel wat een rijder is? Wat is dat zo'n kaartje? Die is ook in het vliegveld. Nee. Oké, we gaan door. Ja, dit is gewoon, we hoe maar raken en we knippen wel. 20% van mijn puntentelling bij Miss Beauty Noord-Brabant zijn stemmen. Dus ik wil dat jullie allemaal gaan stemmen op mij. Dat doe je door middel van een sms'je te sturen van 1,10 euro naar 3010 met Pol Noord-Brabant Annemarie. Staat hieronder, zo op in het scherm. Arlet, zet je dan nooit op je handen achter je. Wat is het nou? Je moet ook je handen voor je uitstellen. Ik heb even een vraag voor jou. Ja. Denk jij nou echt dat je de salto gaat leren met die twee? Ik weet niet of ik het overleef. Ik vind wel dat ik een beetje tussen een bitchfight in zit. Ja, maar hun hebben altijd een beetje meningsverschillen. Okay, je kan op de blauwe rand gaan staan, je kan ook op de trampoline gaan staan. Ja, het kan simpel zijn, maar je kan ook iets fout doen en dan is het wel minder simpel. Okay. Dan ga je staan, ga je met je handen naar voren en dan maak je gewoon een simpele kop op. Ja. Ja, dan maak je het wel goed. Ja, ja. Was Brett toch goed, hè? De goeieste. De goeieste. Hoeveel kost de privéles van Brett? Mag je dat een keer doen? Ja. Ja? Ja? Netjes. Zeg eens gewoon al de salto. Ik heb echt nog nooit een salto gedaan. Nog nooit. Arm omhoog. Beetje de voorhang en sla je arm naar beneden. Zo! Ja. Ah, best knap. Best netjes. Ik ben klaar! Nee. Zie je dat je nou een beetje naar de zijkant gaat kijken? Ja. Hoe ga je scheef? Ja, omdat je naar de zijkant gaat. Ja, maar hoe ga je naar de zijkant? Nee, omdat je naar de zijkant kijkt. Luister. Zeg, stelletje wijven. Kunnen we nou even... Gaat dat bij, volgens mij is het bij jullie modellen is het nog minder als met hun, of wel? Oh, zeg maar, bij Miss Beauty is iedereen zo super aardig en zo super lief. Ja, ja. Ze zijn ook heel aardig en lief. Nou, ja. Dat... Ze zijn het alleen niet eens. Ik heb nog niet gezien. Oké, die heb je. Blijf stuiten. Ja, nou ga je ook weg. Draaien. Ja, en zie je dat je nou één voet zo doet, en ja. De andere zo. Ja. Okay. De rest? Ooit komt het wel goed tussen ons, hoor. Dat wij het een keer met elkaar eens zijn, dat komt wel goed. Stefan, wat zei je net? Weet je, joh, ik heb vanavond echt geen slimme opmerkingen. Hij zegt druk even op de slak. Kijk even wat voor dier is dit. Wat is dit? Een slak of een schildpad? Het is een turtle. Ja, het heeft allebei een schild. Oh, nee, wacht, de slak heeft een huis. Ja, maar. Ja, dat is toch ook een huis? Oh, maar kijk, hier. Dan heb je het gymhuis, dan kan je het snel. Ja, wat je nou heel goed ziet, is je slaat nou je armen eigenlijk omhoog. Dus je werkt je eigenlijk super tegen, want je moet die kant op. Dus je armen moeten eigenlijk naar beneden staan. Dus je moet je armen al wat je nou ziet, nou gaan je armen omhoog en dan... Ja, dat is. Ja. En dan probeer het precies hetzelfde, dus je hebt je arm de lucht in. Ja, ik zei doe de eerste keer gewoon op je billen landen, dat je weet hoe zacht die mat is. Op je billen landen. Jochen, hoe heet het als je op je kont landt in het water? Bommetje. De rolstoel. En daar kletst jongen. Ben je klaar voor de salto? Ik ben er klaar voor. Oké, laat zien. Oké, gaat ze hem landen? Je landt altijd. Je landt altijd. Weet je, dat doe je toch in China, zo'n houtding. Wat? Dat is zo'n hout kapot slaan. Jongen, jongen. Eén begint over een zwembad, de andere begint over China. En je hebt nog steeds de frontflip niet geleerd. En ik heb hem nog steeds niet. Ja. Dat is een landing. Ja. Matig. Ja, bakte er net zoveel van. Ik land op mijn voeten. Ja, maar je viel erom. Jij landt niet eens op je voeten. Nee, dan kom ik naast de mat landen. Jackie, ben je er klaar voor? Jackie, wat echt een goeie. Ja! Jongens, roep ook even hey! Nou zeg, wat een enthousiasme! Nou kunnen we een biertje gaan drinken! Zo. Nou. Het is altijd gelukt! Yeah! Sorry.
Ja, ze zijn me echt te beledigen gewoon. Doe ik het ook eens een keertje? Ja, dat vond ik echt niet lief. Sorry. Dit maakt het goed. Spijt me. Oké, maar nou komt ie. Salto is gelukt. Salto is gelukt. Wie is de beste trainer? Dankjewel. Devin? Of Brett? Jochem. Oh. Ik loser. Yeah. Zondag 14 april. Dat is op een zondag. Dat is op zondag. Ja, dat klopt. Zeg jij zondag? Ja, ik doe zondag. Go. Op 14 april. Oh. Dat is op een zondag. Zondag. 14 april. Hebben we weer iets heel leuks bij CrossJumps. Wat gaan we doen? We gaan springen voor het goede doel. Namelijk Linda Foundation. Je kunt een kaartje kopen voor maar 5 euro. En dat geld gaat allemaal naar de Linda Foundation. Dus, kom allemaal springen. Het is voor een goed doel. Devin is erbij. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Ik ben er niet bij. Hoezo ben jij er niet bij? Dus reserveer gewoon je kaartje. We gaan van 5 tot 6 springen. Met ons. Nodig je vriendjes, vriendinnetjes uit. Voor het goede doel. Wil je tips? Hè? Ik loop ook rond. Dus je kan gewoon tips vragen. Dus dan heb je eigenlijk een soort van les. Ik loop rond. Jullie hebben gezien wie de beste trainer is. Dus iedereen van CrossJumps, like, abonneer, dat, reactie, notificatiebelletje. Net als je echt goed, hè, die Devin. Ja, ik weet wel van social media. Maak een reservering op de website. Doei.